gaan op trot, daar groeit Antwerpen op trot. We gaan op trot, daar groeit Antwerpen op trot. Op trot, daar groeit Antwerpen op trot. Daar groeit Antwerpen op trot, daar groeit Antwerpen op trot. Op trot, daar groeit Antwerpen. Een programma vol Antwerpse leekjes. Uw presentator is de geweldige Glenn Pellis. Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. Vandaag zijn we de 6e oktober. Het is 105 jaar geleden dat John Lundström is geboren, maar het is ondertussen ook al 10 jaar geleden dat de Serge van Serge en Rita is overleden. We hebben het natuurlijk over Serge van Oppens. In dat kader gaan we dus een volledig programma maken vandaag, een special zeg maar. En we zijn zowel overal bij vrienden en muzikanten reportages gaan draaien. Heel veel op verplutsing, tot zelfs in het woonzorgcentrum in Wommelgem. Heel veel reportages rond de Serge, dat wil dus ook zeggen heel veel muziek van de Serge. En ook van Rita, Serge en Rita. Toch een legendarisch duo geweest, jaren 80, jaren 90. Rita overleed heel vroeg op 41-jarige leeftijd in 1998. De Serge die overleed dus op 6 oktober 10 jaar geleden, in 2014, op 71-jarige leeftijd. Toch eigenlijk ook veel te jong. Natuurlijk, 41 is helemaal te jong, maar 71 toch eigenlijk ook wel. Maar hun muziek blijft gelukkig bestaan en daar kunnen we vandaag massaal in luisteren. Op trot dus tot 12 uur hier bij Radio Express. Daar van kroeg tot kroeg te lopen, uit het dichte mond. We zijn er al verraad, de duifrik ingerokt. Mogen ze wat beter dan die zatlap onder toeg. Zie je mijn vlees voor zijn ogen, al hard in zijn betoog, maar dat zit er gewoon niet zeker, hè. Dat zit er gewoon niet. Mogen denken ze verlauren en al pinkt of vaker, hè. Je ziet de poeven op de spelkast, want je hebt er godverdomme alles op gezet. Mogen ze wat beter dan deze opschoot in de bak. Die op zijn eentjes tot het aas heeft. En mijn stuk in zijn wrak, maar dat ze er gewoon niet zeker, nee. Ja. Dat ze er gewoon niet. Maar haar vrouw die is gaan lopen. En dan zit het daar alleen, jongen. Zonder job en zonder dop. Met onderhoudsgeld aan de bieren. Mogen ze wat beter dan dat die een zo'n dronken waaf. Ik wil me allemaal gaan vragen. Ik denk dat iedereen is alive, want dat is er gewoon niet zeker, nee. Dat is er gewoon niet. Mogen ze het niet meer zitten en elkaar is van de baan, joh. Nog wat pikte gaat dat buiten zeker en dan kunt het leven weer al aan, joh. Mogen ze wat beter dan die agressieve proel. Zoek mij allemaal een bras als hem zat is voor alleen wat flauwekul, maar dat ze er gewoon niet zeker, nee. Dat ze er gewoon niet. Dat ze er gewoon niet. Op een zijdouw in de spiegel, je zei juist aan iedereen. Zot van de misère, mijn schulden aan de wien, jong. Want je bent niet beter dan die wrakken in de kroeg. Je stond al hier nog niet zo ver. Mogen ze al van de ploeg, maar dat zit er gewoon niet zeker, nee. Dat zit er gewoon niet. Dat zit er gewoon niet zeker, nee. Dat is een kiek zeker, ja. Nee, dat is een gaai. Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. In het kader van het overlijden, 10 jaar, de Serge van Oppens van het duo Serge Rita, zitten we bij Nicole van Oppens en dat is de zus van Wijlen de Serge. Goedemorgen, Nicole. Goedemiddag.
Ja, Nicole, het is ondertussen al 10 jaar dat uw broer overleden is. Hè. Hoe is dat voor u? Hey, miste hem? Ja, ik mis hem wel. Ik mis hem regelmatig, want ik was eigenlijk zijn goeie vriendinneke zusje. Dat was Serge. Overal waar we gingen, zei hem, dat is mijn zus. Ja, en ja, natuurlijk, Serge was ook toch wel een getalenteerde mens eigenlijk. Hè? Als je zo gaat zien wat hij allemaal wel gedaan heeft in zijn leven. Ja. Het is toch waanzinnig als je ziet wat voor nummers hij heeft geschreven. En voor andere mensen, ook voor bekende mensen. Ja. Ja, hij was enorm talentvol. Enorm artistiek, hè, op voetbalgebied. Ook schilderijen gemaakt, bijvoorbeeld? Ja, schilderijen gemaakt en schilderijen beklad. Maar hij kon eigenlijk alles. Als hij gewild had, dan had hij, ik weet niet wat, geweest, voordat hij nu ook weet niet wat is, in één richting, maar hij kon alles. Zeg, hoe is het eigenlijk begonnen bij je met dat muziekspelen? Want hij is dat wel eigenlijk geboren in Engeland, in Kingston, als ik me niet vergis. Hij is geboren in Kingston en dan zijn we terug naar België gekomen. En dan de jaren daar, dan is het Sint-Lievens College een tijd geweest. En dan is hem ook gestuurd geweest naar de Walen voor zijn Frans. En in pensionaat in Nijvel was dat. Ja. En daar begon hem dan, daar kreeg hem dan ook min of meer zijn eerste gitaar. En dan deed hem Jacques Brel. Dan zong hem liedjes van Jacques Brel. Dat is ook op vrij jonge leeftijd dan, denk ik. Ja, hij was nog in pensionaat. Hij was nog, hoe oud was hem geweest? Misschien geen middelbaar, nog niet. En dus dat zat er al in van toch gewoon liedjes te schrijven en liedjes te doen. En dan, daar is het eigenlijk echt begonnen. We hadden dan ook nog een vertaling willen maken van de Jacques Brel van de Dans le Port d'Amsterdam. En hij wou dat opnemen en dat mocht niet van Madame Brel. Ik weet niet of jullie dat ooit gehoord hebben, maar ze prachtig, prachtig leken. Ik heb er iets van gehoord van Alberto, als een later uitgever. Ja. En dan is het zo stilletjes aan begonnen. Dan vroeg kreeg hem met Sint-Niklaas. Dan kreeg hem een gitaar erbij en dan was hem volledig vertrokken. Hè. Dan begon hem ook met Jeanne en zo. Dat was het vroeg, hè. Moet hem ongeveer lang voor dat wij getrouwd waren. Ja. En dan kregen we contact met die Chris Bouchard en dan is... Dat was zijn manager Serge, dan, dat was zijn manager in het begin. Ja. En dan is hem zo voortgegaan en beginnen te... En dan, in het begin schreef hij nog heel, hoe zal ik zeggen, lieve liedjes, geen protestliedjes, meer van liefdes en van dit en dat. En dan op de duur begonnen met Antwerpen te ontdekken. En dan begonnen we in Antwerpen te doen. Ik en denk dat was eigenlijk de naam Tony Konder was, denk ik. Dat Tony Konder, had jij meegedaan? Of heeft hem daarna geschreven of heeft hem ermee gezongen? Dat zijn Horses in the Sky van de Pebbles. Van de Pebbles, daar heeft hem de eerste twee nummers van gemokt, denk ik. Ja, daar heeft hem ook mee meegedaan. Iets met Love, dat ik nog kan herinneren. Dat Endless Love of zoiets, dat is ook een Engels liedje. Hij had toen ook contact met een meisje die vertrok naar Zuid-Amerika en daar heette hem dan dat liedje. De vader werkte voor een firma hier en werd overgeplaatst naar Zuid-Amerika en dan heette hem dat liedje gemaakt. Daar hem ook, was hem heel triestig over. Ik heb mijn paspoort en mijn geld. En mijn vlucht is reeds gemeld. Ik moet gaan, kom, trek het je niet aan. Ja, de tijd gaat snel voorbij. In een uur vergeet je mij. Mijn vakantiemeisje, dat was jij. Misschien het volgend jaar vinden wij elkaar. S'avonds bij de liedjes op het strand. Misschien het volgend jaar vinden wij elkaar in een bar of in een restaurant. De vakantie is voorbij en het afscheid is nabij. Bruin gebrand keer ik weer naar mijn land. Kom nog even hier bij mij,
alsjeblieft treur niet om mij. Mijn vakantiemeisje, dat was jij. Misschien het volgend jaar vinden wij elkaar. S'avonds bij de lichtjes op het strand. Misschien het volgend jaar vinden wij elkaar. In een bar of in een restaurant. Moet gaan, want het is tijd. Toch heb ik een beetje spijt. Ik vond het fijn alleen bij jou te zijn. Schat, je denkt niet meer aan mij. Vanaf nu ben je weer vrij. Mijn vakantiemeisje, dat was jij. Misschien het volgend jaar vinden wij elkaar. S'avonds bij de lichtjes op het strand. Misschien het volgend jaar vinden wij elkaar in een bar of in een restaurant. Misschien het volgend jaar vinden wij elkaar s'avonds bij de lichtjes op het strand. Misschien het volgend jaar vinden wij elkaar in een bar of in. Goedemorgen nog steeds en welkom bij Op Trot voor Radio Express. In het kader van 10 jaar overlijden van Serge Van Oppens zitten we in Wommelgem bij zijn zus Nicole Van Oppens. Nicole, we hebben het er juist al even gehad over uw broer en over vroeger natuurlijk, uiteraard. Maar hij heeft zoveel gedaan, hè. Je hebt juist ook de Pebbles aangehaald. Hij heeft zelfs ook nummers, denk ik, geschreven voor Wil Tura. Ja, ik ken de titel nog niet meer, maar hij heeft voor Wil Tura nummers geschreven, ja. Ja, mijn winterroosje, dat is maar iets dat ik me herinner. Ja. Het huisje in Montmartre, denk ik ook zelfs. Ja, dat kan, dat herinner ik me zo niet. Ik denk je nummer of 4, 5. Ja. Dat klopt, hè? Dat klopt. En het is spijtig, want dat wist niemand niet. Allee, dat wist niemand niet, natuurlijk Wil Tura zelf wel. Maar het is spijtig dat ook zo nooit niet... geweten is of gezegd is geweest. Nee, het is toch wel geregistreerd bij Sabam. Ja, want dat is... heel weinig mensen dat weten. Hè? Ja, juist. Ja. Ik zelf was er verwonderd over. Ik wist het zelf niet. In het begin. Ja, ik weet dat ook allemaal, maar van zijn uitgever, van een Alberto natuurlijk, en dan zelf mee te gaan opzoeken. Ja. Maar ik denk dan, in de jaren 80 denk ik, dat hem dan Rita is tegengekomen. Ja, hij is Rita tegengekomen. Toen kenden wij Rita ook nog niet, want we waren nog in Zuid-Afrika. En dan heb ik ze voor de eerste keer gezien. Ik denk eigenlijk in de Blauwe Steen. Hoe noemde dat die? Café de Blauwe Steen. De Blauwe Steen, daar heb ik dan de DVD van bij. En daar hebben we eigenlijk voor eerst elkaar goed leren kennen, Rita. En dan was de familie er ook bij en dat was een fantastische avond. Ja, eigenlijk was dat ook wel een heel goed Antwerps duo, hè, Serge Rita. Ja, heel goed. En schoon, ik vond altijd de nummers zo schoon. En die stemmen kwamen, zoals je dat gezegd hebt, er straks heel goed overeen. Hè. Dat was, ik zou dat zo niet kunnen. Allee, zo niet klinken, Serge en ik. Ja, jij hebt zelf ook, want je zegt, nou, ik zou dat niet kunnen, maar jij hebt zelf ook muziek gemokt, hè, gezongen ook. Ja, in de jaren 60, hè, en, van jeugdclub naar jeugdclub, elk weekend hadden wij optredens. En dat was met Eddie heb ik leren kennen door Serge, met een man. Deur, ja. En we hadden veel optredens, heel veel. Ja, want uw zoon, de Vincent, dan, die zit hier toevallig ook. heeft hij dat dan ook allemaal van, dan denk ik meer zo'n muzikale familie, dat je het allemaal van elkaar zo wat geleerd hebt. En... Het zit in de genen, denk ik, want uiteindelijk, mijn vader, hè, ons en dat, die is... speelde een beetje jazzy piano, zo. Dus het zat daar al een beetje in. En dan ook Serge en wij en de kinderen. Vincent zijn kinderen spelen ook allemaal gitaar, zeggen ook. Dus het is echt wel een, hoe moet ik zeggen, het zit erin. Ja, het is ook allemaal goed doorgegeven dan blijkbaar toch, hè? Ja. Ja, zo. Ja. Zeg, en hoe kwam dat dan aan als Rita toch wel op vrij jonge leeftijd gestorven is? Verschrikkelijk, hij belde mij. Ik zie het nog altijd voor mijn ogen. We zaten in het muziekkamertje.
in Zuid-Afrika. En hij belde op en hij was gereden. Ik zeg, wat is het nu? Wat is het? Rita is overleden, ja. Dat was een slag, hè. Ja, ja, en is hem eigenlijk nooit niet echt te boven gekomen, denk ik, hè? In al die jaren. Nee, dat is zijn klap geweest. Het is daardoor dat hij dan nog meer en schoon dingen schreef. Maar op ander gebied, ja, een beetje te veel van alles. Ten dieper ik een beetje aan het ingaan op die manier. Ja, en dat is toch eigenlijk wel spijtig geweest, hè? Heel spijtig geweest, want dat is zoveel talent, hè. Sowieso. Maar ongekend talent ook. Spijtig genoeg ook dat er niemand... Ik hoor nou wel links en rechts dat de mensen hem kennen, maar hij had meer kunnen zijn. Dat denk ik wel. Zelf in die genre van muziek en zo had hij meer gekend kunnen zijn en zo. Maar hij vond dat allemaal niet nodig, hè. Hij vond dat allemaal niet nodig, ja. Hij was content. Serge begon al niet, deed dat echt 200% goed en daar bleef het bij. Hij verkocht dat nooit. Hij verkocht niet zijn eigen, helemaal niet. Mm. En dan, ja, dan heeft hem. Dan is hem ook een beetje naar de vliegkunst gegaan. Hè. Ja, hij heeft een vliegsimulator gedaan en ja, dat weet ik nog. Ja, dat was ook nog. Maar ja. Ik zou het allemaal willen zeggen, maar spreken, dat kan niet meer. Ik zou het anders willen zien, maar veranderen, dat kan niet meer. Ik zou het allemaal willen doen, maar van doen, komt niks in om. Ik zou het al wel willen zeggen, maar ga ze nooit niet door. Ik zou het al wel willen zeggen, maar ga ze nooit niet door. Ik zou het al willen bewijzen, dat ik al nog hier zit. Ik zou opnieuw met jou beginnen, maar het nog wel zien. Ik zou het terug willen beleven, wat drukte hier in ons. En ik zou het al wel willen zeggen, maar ga ze nooit niet thuis. En ik zou het al wel willen zeggen, maar ga ze nooit niet thuis. Een antwoord op mijn vragen, of die liefde nog bestaat. Is een ander in haar leven, en het gaat een ander ons. Ik zou het al wel willen zeggen, maar ga ze nooit niet door. Ik zou het al wel willen zeggen, maar ik ga ze nooit niet door. Nou, goedemorgen nog steeds. En we zitten nog steeds op Verplotsing in Wommegem bij de zus van Serge van Oppens, namelijk Nicole van Oppens.
We hebben het juist even gehad over Rita, maar voor Rita, zijn eerste vrouw, de eerste vrouw van het zesje, was eigenlijk Bertha, hè? Tante Bertha. Ja. Tante Bertha Scheler. Die had ook wel muzikaal talent, hè? Want ik denk dat ze zelfs nog Duitse nummers had geschreven, de Serge. Dat weet ik niet. Dat ben ik... Dat weet ik niet. Ja, die, hey, ik heb ooit van Tante Bertha een boekje gezien waar ze allemaal teksten had in Duits. Waar had de Serge ook nog ooit iets mee gedaan, hè, maar hoe of wat natuurlijk, dat weet ik niet. Maar... Ze heeft ook mee opgetreden in Tokio, als we op tv kwamen. Hmm. Met onze groep. En dan heeft Bertha ook meegezongen. Dat weet ik nog. Maar Bert had hem eigenlijk leren kennen? Ik denk via zijn vliegcarrière? Of dat toen vloog hem nog niet. Mijn vader stuurde hem naar Engeland, naar de kennissen van hem. Voor iets met dat muziek, dan heeft hem nog een tijd bij Harrods gewerkt. En dan kwam hem elke weekend kwam hem over. Hè, en dan met een paar valiesjes en zo. En op een gegeven moment kwam hem aan en hij had Bertha bij. En dan hebben we gezegd, ja, zet hem op mijn valiezen komen nu. En dan had hij er een nieuwe valiezen bij en was hij die gewoon niet meer terug. Die komt met Bertha en die blijft. En ja, zo is, maar dan had Bertha de tegenslag dat ze moest, als je op bezoek komt of op vakantie gaat, dan moeten dramen de maximum en dan moeten terug. En Bertha werd bijna teruggestuurd en daar is ze met rap mee getrouwd. En dan was hij heel goed, dat was een heel goede koppel. En ja, voilà, zo is Bertha in de picture gekomen eigenlijk. Ja. Hè. De dag dat Vincent geboren is, is hij met Bertha gekomen. En dan heeft hij hier huishouden opgestart en van alles. Ja, ja, de Serge, ook een grote mens geweest. Ik herinner me ook nog, ik denk, de laatste jaren van zijn leven, die ik in mijn jaar of 6-7 gekend heb, herinner ik mij dat hem ook geëerd is geweest, hè, bij Sabam. Weet je daar iets van? Ja, ik heb dat ook gehoord en hij had dat komen zeggen direct, dat hem Ere Burgers, hoe noemde dat? Of Ere Burger van Sabam. Want hij is dan toen ontvangen geweest door, hoe heet hem? Ja, vernoot. Ja, juist dat wat ja, hem vernoot geweest. Ja, zoiets, ja. Want dat verwonderde me, want die had veel registraties bij Sabam van zijn liedjes. Ja, hij had er dan al over de 300 of hoeveel heeft hij er geschreven? Hij heeft hem 400 geschreven, dat totaal. Ja, geweldig. En allemaal even goed vond ik die teksten. Ik kan nog altijd niet voorstellen, ik vraag me eigen af hoe dat... Ja, eigenlijk dat klopte in alle genres, allemaal juist, hè, ja. Ja, hij had in Nederlands geschreven, in Antwerps, in Tingels, in Tuts. En dat ruimde allemaal, hè. Maar nee, dat deed hem... hoe noemde die? Degene die nu de baas van Sabam, hoe noemt hem? Ja, die is zoon. Ja, een bekende, hè. In de Rue de Boucher en zo. Ja, die. Johan Vermine, dat was de baas. Maar die heeft de Serge toen nog geëerd, dat weet ik. Die heeft Serge geëerd, want daar heb ik nog een foto nog iets van. Die hebben nog foto's van, ja. En dat klopt. Ja, maar... Nee, als ik zeg, er is zoveel gedaan en zoveel kansen gehad dat je zegt die je net, ja... Ja, hij had veel meer kunnen zien dat hem was. Eigenlijk. Ja, maar hij vroeg er ook niet achter, hè, denk ik. Hè. Allee. Nee, ik denk dat hij gewoon zijn ding deed. En... Hij ging van café naar café, met Jassenbeck naar Jassenbeck. En dat vond hem enorm. En dan kwam hij eens op bezoek ook. En dan zei hij tegen Eddie, tegen mijn man, zei hem... Allee, Eddie, speelt Ghana eens. En dat was in een café. En Eddie speelde. En hij ging rond met de klak of met de... En dan wou dat aan Eddie geven. Die zei, nee, ik denk er nog niet aan. Ik denk dat Gerrit. Jongen, je gaat dat verdienen. Nee, Eddie wou dat absoluut niet. Maar dan denk ik, dat was hij zo content dat hij aan Eddie daar zong en dat hij eens kon zeggen, dat is mijn schoonbroer. Ja. Dat was eigenlijk heel familiaal goed gezind, hè. We denken niet aan rijden. Nooit niet aan de kaan. De zon is schijnt voor iedereen. De lucht is helemaal blauw. Laat de bos maar zagen. Dan trekken dat niet aan. Het is weer al bruine golven. En de job is nagedaan. En we lachen en we zingen. Denken aan plezante dingen. Depressiviteit is ver gaan heen. Laat een boom maar rekjes drooien. Laat de klokken rekjes looien. Vrienden allemaal, hier is de zee. We denken om vakantie, om reizen in natuur. We droomen iets van Berenlanden, witte papontuur. We blijven hier niet wachten, op zorgen en slecht weer. En
we bakken ons valise, want de zomer is erbij. En we lachen en we zingen, denken op plezante dingen. Depressiviteit is maar beneden. Laat een boom maar even drooien, laat de kokken even looien. Drinken allemaal in is plezier. We denken om vakantie, om reizen in de natuur. We dromen eens van baren, laat de weg op avontuur. We blijven hier niet wachten, op zorgen en slecht weer. En we bakken ons valise, want de zomer is er weer. En we lachen en we zingen, denken om plezante dingen. Depressiviteit is ver van in. Laat een boom maar even drooien, laat de klokken even looien. Vrienden allemaal, hier is plezier. En we lachen en we zingen, denken om plezante dingen. Depressiviteit is ver van in. Laat een boom maar even drooien, laat de klokken even looien. Vrienden allemaal, hier is plezier. En we lachen en we zingen, denken om plezante dingen. Depressiviteit is ver van hier. Laat een boom maar even drooien, laat de klokken even looien. Vrienden allemaal, hier is plezier. En we lachen en we zingen. En we gaan even voortklappen met Nicole, de zus van de Serge. We hebben er juist al even aangehaald Tokio, maar hij is zelf ook in Angola gespeeld. Hè? Merita, denk ik zelfs. Ja, dat was voor een Belgische week, dacht ik. En dan hebben ze hem laten komen met een overeenkomst met... Was er een ontwikkelingssamenwerking of zoiets? En hij heeft al opgetreden in Angola, dat is juist. En dat was in Antwerpen, denk ik? Dat was voor de Antwerpse week, zo was het. Belgische week, Antwerpse week, ja. Hij is zelfs ook in Spanje, herinner ik me ook dat hem gespeeld heeft. Spanje, dat weet ik niet. Benidorm, denk ik zelfs. Hij had er wel een leken over. Van de kat en van Benidorm. Maar ook nooit niet opgenomen, denk ik zelfs. Jawel, want hij staat mee op die cd die ik... Allee, die, ah, toch? Ja, ja. Okay. Maar dat dieet anders. Ik denk dat dat dieet... Mijn kat is dood, ja. Ja, en voor de rest, ik denk dat je ook wel veel met me meegemaakt hebt. Zijn er zo sappige verhalen of anekdotes dat je kunt herinneren nog? Oei, meegemaakt? Heb je nog 2 dagen tijd? Nee. Ja, weet je wat, ook... hij was heel beschermend ook over mij, want toen ik was 15, hij was 18, hij ging uit. En van ons moeder, ik mocht altijd met hem meegaan. Dat was echt heel plezant. Maar dan waren we in een dancing binnen of in een soort club. En er kwam een razzia binnen. En dat schoot allemaal naar alle kanten. Ook naar de wc's, al die jongeren die vlogen weg. En Serge schaarde me vast en die begon met mij aan de plakker te dansen. In het midden van die dansvloer, de politie kwam langs alle kanten. En nooit aan ons iets gevraagd. Ik was maar 15. Hij was 18 en zei, kom, gewoon, we gaan dansen. Niks, hè. En ze hebben ons nooit niks gevraagd en ik ben er heel glorieus uitgekomen. Ja, dus nu ook niks van gekomen, al een chance. En dan de schilderij van ons vader, hè. Dat was een heel schoon schilderij. Je weet, in een tijd werden de zuin op een stoel geschilderd, hè. En onze dat had ook zoiets. En onze mama had dat mee gehouden en meegebracht. En dat stond op Serge zijn kamer. En hij had Serge niet beter gevonden, want toen was er ook een puber, hè, van op dat schilderij, scheercreme. Want dan wou daddy ook een baard of scheren. En op een gegeven moment, een jaar later, zegt daddy, Paula, tja, heb jij nog die schilderij, maar ik zou die geren zelf hebben. Mijn ouders waren gescheiden. Hè. Zou die geren zelf hebben. Oh ja, zei ons mam, ja, ik zal er eens naar zien. Ja, waar nu? Dus we hebben die nooit kunnen teruggeven, want ik kreeg die scheercreme er niet meer af. En dat was Serge, was hem er een kwaad op of wat? Ik weet het niet meer. Ja, ik weet wel dat hem wel dikwijls meer heeft uitgestoken. Zo heeft hij mij ooit een verhaal verteld, dat weet ik nog. Dan ging hij optreden en Willy Sommers speelde er ook en ze deelden samen een kleedkamer. En ik weet dat hem toen... Met de kleren van Willy Sommer is gewoon lopen, dat weet ik nog.
Wat hem ook deed, hij mocht ook alles doen. Hè. Hij wou gaan paard rijden. En hij kreeg de hele outfit. Hè. Zijn botten, zijn hoedjes en whatever. En hij ging naar de manege in Boeghout. Op een gegeven moment had hij hem niet beter gevonden als met dat paard de straat op te gaan. En aan de Capanlaan nummer 10 belde hem. Dat was waar Daddy woonde. Hij zijn vader kwam open doen en er stond een paardenkop. In de opening van die deur. Die mens verschoot zijn eigen bult natuurlijk. Die deed allemaal zo van die dingen. Die was er allemaal niet bang van. Ja, het was toch een kerst. Een cadeau. Het blijft een schoon memory eigenlijk. Ja, de herinneringen blijven. Hè. Dat is sowieso. Ja, hè. Ja. Zwaar. Jaren gaan voorbij, ik heb ze gehad en ik heb gespaard. Nee, ik zijn ze niet vergeten en ik zijn ze nog niet kwaad. We waren dol verleefd, opstaan tot s'avonds laat. Ik dacht, ik was de man, nog snot op met vuil brood. Ik was jong en vol aanwezig en ik pakte alles aan. En al mijn kameraden zijn nu weggegaan, ik ook. Die jaren zijn vervlogen en ik ben ook getrouwd geweest. Ik zie hier en daar wat graas, maar ik ben nog op mijn best. Zit er nog dat maske van als ik 18 was? Zit er nog die perl van ooit het je kind was? Ik weet niet wat je woont en ik heb niet meer van haar gehoord. Soms denk ik nog aan vreugde, maar ja, ons leven dat gevoerd. Dat is al lang geleden, maar ja, dat is voorbij. Toch blijft die schoon en tijd herinnering voor mij. Ik voel me toen groot en dacht dat ik alles wist. Ik heb nou vuil geleerd, nee, ik heb het niet verkwist. We hebben toen gevrijd, op de tram en op de straat. Want thuis kon het niet gebeuren, nee, dat was al verkoud. Na zeiden wat ouder, je hebt een man en je hebt een kind. Toch blijf ik ver van aan. Zit er nog dat masker van als ik 18 was? Zit er nog die perl van ooit het kind was? Ik weet niet waar dat je woont en ik heb niet meer van haar gehoord. Soms denk ik nog aan vreugde, maar ja, ons leven dat gevoerd. Zit er nog dat blondje dat altijd bij mij was? Een masker. Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. En in het kader van het 10-jarig overlijden van de Serge, van het duo Serge en Rita, de Serge van Oppens, zitten we hier met Alberto Maas, eigenlijk zijn uitgever. Goedemorgen Albert of Alberto. Goedemorgen Glenn en goedemorgen luisteraars op deze zonnige zondag, zou ik zeggen. Het is ondertussen 10 jaar geleden dat de Serge ons ontvallen is, maar hoe heb jij eigenlijk de Serge leren kennen? Ah, lang verhaal zou ik zeggen. Ik ken Serge van de jaren 1973, 74. Dat draait rond de periode van de oom en papa, dat momenteel 50 jaar uit is. Dus dat was nogal een vrij groot succes. En ik had op dat moment, wat niet alledaags was, een platenfirma. Die platenfirma was gevestigd in de Van Elbonenstraat en die noemde DMS. Eigenaar was ene Maurice de Schrijver. En Maurice had 3 kinderen, Mark, David en het derde kind was eigenlijk de hond, Panky. En dus, met andere woorden, er waren ook 3 labels. Panky Records, Mark Records en David Records. En een van de labels was Mark Records, waar mijn oom en mijn papa op kwam. En daar kwamen andere artiesten op en omdat oom en papa een succes was geworden, besliste Maurice dat ik mee moest oordelen over de platen die zouden uitgebracht worden.
Op zeker moment komt daar iemand in een pilotenkostuum binnen. En u raadt het al, dat is Gert van Oppens. En daar is dan onder andere ook op dat moment de Oude Zeeman uitgebracht. Om even te schetsen, dat was ook de tijd dat de platen zeer goed draaiden. Een flop van een single was 1500 verkoop. Nee. Een succes, zoals zo met papa, dan zaten we over 20.000, 25.000 singles te spreken. Gert draaide ook goed op dat moment. Gert had daarvoor weer een stillere periode gehad. Maar daarboven natuurlijk zat ook nog Paul Ambach, de Boogie Boy. Die zat daar toen bij Make It Happen, toen ook de grote concerten deed in Vorst Nationaal en zo van die zaken. En dus dat was eigenlijk beneden de winkel. Het eerste, de verkoop van oldies, zal ik maar zeggen, toen de oldies. Tweede, de bureau plus dan de muziekuitgeverij DMS Records. En dan Paul Ambach, dus je begrijpt wel dat dat dan één circus was. Ja. Van het komen en gaan van artiesten, van platen. Van die, het was een goede tijd. En dus ik oordeelde dan mee over de platen Oude Zeeman. En wat misschien nog niet geweten is, daar speelt ook Jos Smos nog een instrumentje op. Concertine, geloof ik. Zo heb ik eigenlijk inderdaad Jos Smos ook een beetje leren kennen. Alhoewel dat ik Jos al kende, want blijkbaar kende Jos mij al van vroeg van optredens. Maar dat heb ik niet zo goed meegekregen toen. Zo heb ik Jos eigenlijk leren kennen. Ik denk zelfs ook dat zijn eerste Antwerpse single was, hè? Dat zou wel eens kunnen. Want als je daarvoor kijkt, de periode daarvoor, dan spreken we over de periode van de jaren 60 eigenlijk. Want ik spreek hier van de jaren 70, de jaren 60. En dan spreken we de periode dat hij is gaan werken met Jean Kluger, Top Capi Records. En dat is dan een tijd waarin dat we kunnen zeggen van dat hij de successen had meegeschreven. Wilt u dat, ja? En heeft hem ook voor Marva geschreven, Rita de Neef en zo, van die mensen allemaal. Dus dat was dan het jaar licht. Hè? Dat was dan de chanson op zijn Nederlandstalige kant, de smartlap, zoals men dan alles zegt. En in die periode schakelde hem dan al wel eens over naar de Antwerpse chanson. En dan krijg je die Oude Zeeman. Moet je natuurlijk weten dat Gers alle kanten is uitgegaan. En dan werd hem weer Tony Condor. Dan zat hem in het Frans en in het Engels te zingen. Hij trad zelf op voor de Japanse tv. Dus dat was allemaal Gers. Gers in één persoon kun je drie periodes in zijn leven beschouwen misschien. Maar Gers was eigenlijk een chameleon. Hè? Die zong alles en gelijk wat. En dan krijgen we natuurlijk nadien in de periode met Gers en Rita, waar ik hem dan natuurlijk terug heb tegengekomen. Was dan een periode van 6 jaar tussen. Dat ik hem niet zo in de mot had, zal ik maar zeggen. En komen we elkaar terug tegen. Hij heeft hem bij Tune Records gezeten en gelijk wat. Maar dan wou hem toch terug naar mij komen. En dan was de chanson, Antwerpen in chanson geboren, de cd en zo verder. Zit mijn oude zeeman. Dromen bij zijn rond, zijn gedachten deze waar wanneer vandaan. Misschien zit hem te denken, on Rio of Hong Kong, on de maskers die hem door hij laten staan. Zit een oude zeeman te trekken op zijn paard, triestig denkt hem terug aan zijn tijd. De tijd dat hem nog jong was als matroos getatoeëerd. En aan al de schepen die je mij gemeld. Onze schip is al gezonken, gesloopt op wel vergaan. Had jij de les daar ooit nog mee gedaan? Misschien zit er nog aan deur, die dromen zoals haar. Lustert is naar hun en mond zo blij. Ziet mijn oude zeeman, die eenzaam uit de rond. Zijn borst is al vol getatoeëerd. Zijn motten zijn verdwijnen en zijn vrouw is al gegaan. Maar jij te zeven zie je getrotseerd. Je ziet een oude zeeman, vergeet het uit de tijd. Die in alle halve zal het ongedaan. Aan de schepen die in hem veerde in zijn de jonge tijd. De zender al met man en moois vergaan. Onze schip is al gezonken, gesloopt op wel vergaan. Had jij daar les ter huis nog mee gedaan? Misschien zit er nog aan deur, die dromen zoals haar. Luister die snor in hem op te blaar.
al gezonken, geslapt of wel vergaan. Als jij daar ligt, daar is nog mee gedaan. Misschien zijn er nog aan deur die dromen zoals hij. Luister die snor in een mondje blij. Die oude grijze ziel, al is hem nog zo oud. Die er zitten dromen voor zijn raam. Kan nog goed vertellen, wat hij de nacht van goud. Van wat hem op de voeten heeft gedaan. Maar zijn schip is al gezonken, geslapt of wel vergaan. Hij heeft de laatste reis nog mee gedaan. Misschien zit er nog aan deur, die dromen zoals hij. Luister die snor in hem op te blij. Maar zijn schip is al gezonken, geslapt of wel vergaan. Hij heeft de laatste reis nog. Goedemorgen nog steeds en welkom bij Op Trot voor Radio Express. En we hebben er juist al een klapje gedaan met Alberto Maas, ook zijn later een uitgever van de Serge. En we gaan even voort. Ja, Albert, je hebt er juist eigenlijk een beetje aangehaald van Wil Ture, waar hij hem ook nummers verschreef. Maar zijn het dan veel nummers? Of? Wel, van Wil Ture zijn er toch een paar. Die, hij heeft er waarschijnlijk meer geschreven dan dat we weten, want je weet, Serge was een klein beetje slordig. Ja. Maar er zijn er een paar waar er geen enkel twijfel over bestaat. En dat zijn dan meestal wel de heel bekende. Ik denk dan maar aan Denk je nog wel eens aan mij? Draai dan 797204. Dat is natuurlijk wel niet van Wil Ture, want dat is eigenlijk van een Justin Tup. Die heeft hij dan vertaald, maar eigenlijk Serge staat ook bij Sabam daarin aangegeven dat hem dingen. Een andere heel bekend is natuurlijk Huisje in Montmartre. Daar heeft Jess ook nog zijn nodige werk aan gestoken. Verboden dromen is ook nog zoiets dat geschreven is met Nelly Bijl. Dat eigenlijk wel zowat de vaste compagnon was van Wil Ture. En dat was allemaal in de periode dat hij zat te werken met Wil Ture, waar dat ze de tournees deden aan de kust. In de tijd dat Wil Ture nog aan het opkomen was, was in feite. Hè. En Serge, ja, die kwam daarvoor van zijn Tony Condor, was aan gevormd. Jean Kluger, die was eigenlijk net overgenomen. Want dat was eigenlijk Jacques Kluger, de vader. En in die periode, dat was 1963, 1964, want Jacques Kluger was al een lange tijd ziek. En ik neem aan dat daar een heel rommeltje is ontstaan met rechten. Het is allemaal niet computer zoals nu, dus met papieren en gelijk wat. Want dat is wel vaak nog het probleem, dat dat nog niet altijd overal rechtgezet is, dat Serge daarmee geschreven heeft. Sabam weet dat wel en zo van die zaken. Maar ik zie bijvoorbeeld ook op singles, dat zijn naam er niet bij staat. Maar dat is natuurlijk ook, dat moet je een beetje toe-eigenen aan de periode van die overname. Ja. Maar natuurlijk, als je dan ziet wat er van gekomen is in feite, dan is dat natuurlijk wel niet niks. Maar eigenlijk zegt hij meegeschreven, maar heeft hij dan onder een tekst meegewerkt? Of heeft hij met arrangement gemokt? Of de muziek geschreven? Meestal was het de arrangementen. Hè? En natuurlijk, aan die tekst werd meegeschreven. Dat is zoals, ik zal maar zeggen, bij Catastrofe. Jos Mos schrijft, met de wijven niks dat last. En daar heeft Jimmeke dan ook een zin bij gezet, bij manier van spreken. En dus, ja, oké, okay, goed, dan heb je meegeschreven, maar in hoeverre altijd. Hè. Ik denk persoonlijk dat je het zo moet zien met Serge, dat hij meer meegeschreven heeft dan dat ooit geweten is. Maar door zijn manier van werken, slordig en al eens graag een pintje drinken, zacht uitgedrukt, en de tijdsgeest, moet er ook bij zeggen, dan, ja, dat gaat zo. Hè. Zitten op tournee, ze krijgen een idee in hun kop, ze beginnen te schrijven, al is het op een bierkartje en gelijk. Trouwens, de grootste successen zijn soms op een bierkartje geschreven. Hè. Dus ja, dat was zo. Dus, en Serge heeft voor zoveel muzikanten geschreven in die tijd, dat hem het zelf op het einde niet meer wist. Dus, ja, okay, ja, zelfs ook voor de Pebbles geschreven, geloof ik. Hij heeft twee nummers, de twee eerste singles, denk ik, als ik het goed heb, van de Pebbles meegeschreven. Wat uiteindelijk de tweede single internationaal succes is geweest. Hè. Pebbles zijn ook de mannen die in een tijd in contact kwamen met de Beatles en zo van die zaken. Hè. Dus, en daar heeft Serge dan natuurlijk, heb ik samen met Serge de Pebbles nog mogen ontmoeten bij Sabam, want daar heeft hem zijn eremedaille voor Sabam van gekregen. Hè. Onder andere de Pebbles, maar ook voor zijn totale oeuvre in feite. Hè. Dus het zijn er 400, 600. Maar ja, ook dat is niet geweten aan het aantal nummers dat hem geschreven heeft, omdat we bijvoorbeeld het volledige Duitse repertoire is eigenlijk zoek. Het bestaat, het lag bij Tante Bertha.
En Tante Bertha heeft dat ooit. Maar waar dat allemaal naartoe is, dat is vaak een vraag. Maar Chess heeft enorm veel zaken geschreven. En dan ook nog, als je nagaat, een heel pak hitsingles in feite. Hè? Dus, ja, toch wel uiteindelijk. Chess is eigenlijk een beetje iemand die ondergekend is. En dat ligt ook een beetje aan zijn eigen. Ik heb met Chess 30, 40 jaar gewerkt met stukken en brokken. Maar als ik dan de laatste periode van zijn leven zag in het Antwerps, dat is aan te beginnen met Serge Rita, toen dat hem Rita heeft leren kennen. Dan ging Chess liever natuurlijk in cafés gaan zingen, want dat was natuurlijk een beetje interessant. Je kon de pinten krijgen en kon de pinten geven en dan de witkes en gelijk wat. Je moet dan ook de sfeer van Antwerpen kennen op dat moment. De cafés bleven open, niet zoals nu, dat ze me in het midden van het centrum u buiten gooien om 12:30 s'nachts. Ze willen niet meer werken in een café, maar je ziet ook dat Antwerpen is dood s'nachts. Hè? Ja. En daar werd natuurlijk heel veel geschreven en gedaan. En dat werd gecreëerd op een moment dat er misschien een elf zat was. Hè? En dus ja, dan gebeurden er zaken. En Serge is daar beginnen zijn kwaliteit naar beneden halen. Ik zeg niet dat die, hè, de cd die we hebben uitgegeven, Antwerpen in chanson, en dan nadien ook nog anderen en zo. Ik zeg niet dat die slecht zijn, maar dat is puur Antwerps. Ja, dat is zeer lokaal gericht in feite. Hè. Hij kon veel, veel, veel meer en hij was veel groter. Hij was trouwens ook de enigste artiest die ik ken, die vaak serieuze nummers opneemt, in één track. Dus je begint op te nemen, hij zong dat in één track en dat stond er juist op de band. Dat zijn er niet veel gegeven, hè. Er vingde van alles in zwart. O, het feisse mengte, vriel wan ik zengte. Daar op de vrijdagse markt. Daar onder Sint-Katrijn. Valt heel warm al te zingen. Je weet dat ze stappen op de roeper maar klappen. Daar onder Sint-Katrijn. En in klein duizenden boeken, portretten en doeken, daar in me zijn van plantain. Dan gaan ze naar al die cafés, blijven plakken met al die tournees. S woensdags en vrijdags, de Nossenpoort zondags, daar in de eigen cafés. Daar worden kleren hun vert. Niet om te kopen, maar om te verkopen. Daar op de vrijdagse markt. Je vindt er brokant en antiek. Of platen met oude muziek. Als de bellen gaan looien, zal het martje gaan drooien. Al God niet altijd katholiek. Door op de vrijdagse markt. Je vindt er brokant en antiek. Of platen met oude muziek. Als de bellen gaan looien, zal het martje gaan drooien. Al God niet altijd katholiek. Als de bellen gaan looien, zal het martje gaan drooien. Al God niet altijd katholiek.
Van Radio Express en uiteraard hebben wij via de radio Serge leren kennen in de jaren 80. En Serge en Rita die hebben een tijdje bij mij achter de hoek gewoond, dus ik kwam hen regelmatig wel eens tegen. En als je hem tegenkwam, dan was dat altijd met de gitaar erbij. We kenden elkaar natuurlijk al een hele tijd, want Serge was al dan niet met Rita regelmatig te gast bij ons bij Radio Express. En te gast, dat betekent dat hij wel eens kwam spelen op live-uitzendingen of dat we hem tegenkwamen in een van onze toenmalige stamcafés in een blauwe steen op de Scheldekaaien. Serge vertelde dan altijd graag over alles wat hij al gedaan had, als Serge of nog als Tony Condor heel lang geleden. En zoals dat ook nu het geval is, waren we een van de weinige radiostations die ook Antwerpse muziek speelden. Het was vooral de LP, dat zei de Gaia niet zeker, uit 1987, die we heel goed vonden. En liedjes als het Staatse kwartier en de Vogelenmarkt werden dan ook veel gedraaid hier bij ons op de radio. En natuurlijk ook de Ferre. We hadden toen een studio in de winkelgalerij van een boerentoren. En het unieke was dat dat een open studio was, dus iedereen kon er zomaar binnenlopen. Zo kwam La Esterella regelmatig een koffietje drinken, sprongen de strangers en hun vrouwen al wel eens binnen als een van hen in de stad was. En ook Serge laten we regelmatig verschijnen bij ons in de studio, al was het maar om een koffietje te drinken. Het was een speciale die toffe dingen heeft gemaakt. Het is jammer dat het plotse overlijden van Rita, dat hij daar nooit echt te boven is gekomen. Hij zat dan dikwijls met zijn gitaar op café om wat te verdienen, maar de pinten kwamen toen vlotter dan het geld. In elk geval houden we hier bij Express goede herinneringen over aan de Kastaar Serge, volkszanger en de man van het Antwerp chanson. Er zit een man met een valiesje, in de kroeg hij is me. Hij zit hier in zomer alleen, want hij zijn morgen vroeg. Hij wil het verleden vergeten en de toekomst zien. En straks rijdt een trein en die zal het kwart voor tien. Maar het leven gaat daar, in het Staalse kwartier. In de baars en de kroegen, op dezelfde manier. En de jukebox die je schreeuwt, wat een tap van het beer. Ze zijn altijd op zweer in het Staalse kwartier. Die man daar in dat kroesje van het grote station weet alleen maar te vertellen als een reis begon. Hij heeft zijn laatste pint gedronken en het gelach betold. Reis toen te vergeten waar hem eigen val. Maar het leven gaat daar, in het Staalse kwartier. In de baars en de kroegen, op dezelfde manier. En een jukebox die je schreeuwt, met een tap van het beer. Ze zijn altijd op zweer, in het Staalse kwartier. De sigaret daar in dat kleine café. Straks neemt hem al zijn dromen mee en mee. Van varen lange reizen, van een even start. Misschien is er wel iemand die daar op hem wacht. Maar het leven gaat daar, in het Staalse kwartier. In de baars en de kroegen, op dezelfde manier. En een jukebox die je schreeuwt, met een tap van het beer. Ze zijn altijd op zweer, in het Staalse kwartier. Er zit een man met een valiesje, in de kroeg hij is moe. Hij zit hier eenzaam en alleen, van bij zijn morgen vroeg. Hij wil het verleden vergeten. En de toekomst zing. En straks draait een trein en die zal kwart voor tien. Maar het leven gaat daar, in het Staalse kwartier. In de baars in de kroegen, op dezelfde manier. En een jukebox die je schreeuwt, bij de tap van het beer. Ze zijn altijd op zweer, in het Staalse kwartier. Ze zijn altijd op zweer. In het Staalse kwartier.
Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. En in het kader van het 10-jarig overlijden van de Serge, van Serge Rita, zijn we hier met Luc Ziegler. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen, Glenn. Hoe heb jij eigenlijk de Serge leren kennen? Want ik weet, ja, we hebben samen de Serge ook nog veel bezocht. Ja. Nog voor zijn dood, in het ziekenhuis en daarvoor ook nog in het café en zo, het hem speelde. Ja, ik heb je in feite leren kennen, ik denk eind jaar 70. Denk je van de eerste keer in het Aalegusken? Dat is in Antwerpen, hè, denk ik. Ja, dat is in de Kloosterstraat. En dat was een beetje, ik was toen bezig, of met een paar vrienden, met een groep, de Peanuts. En dan al dingen, we hadden gestart met Patje de Tokler, met Antigone. En toen hebben wij de Serge daar leren kennen. He, er kwamen dus nog muzikanten, dan John Lundström en consorten. En Tim Vistering, die zat daar ook. En de Serge, dat was allee, dus de Serge was onder contract bij Tim Vistering, dat was zogezegd zo'n manager. En dan begonnen ze daar met Antargus. Dat was zo'n kunstenaarsgroep zo, met pottenbakkers en biensnaaiers. Mensen die nooiden en stikten en alleen niet letterlijk opvatten. Nee. En wij gingen van dorp naar dorp, grote braderijen doen. En ze hadden dus ook een muziekgroep of een muziekensemble nodig. En dat was dan de Serge. Dat was dan Antigoon. En dan hadden we een DJ. Dat was Rob Micro. En zo zijn we in feite begonnen met Serge. En dan hier dat Serge, Antigoon en het Antwerps chanson. En dat was toen, ja, de Serge zong toen, begon toen te zingen met zijn Antwerpse lekens van de oude Zieman. Ja, je kent ze allemaal, hè. Daar begonnen mee. En ik geloof dat zijn rauwe, dat hem optrad met zijn haar en zijn baard, dat toen juist achter de rug was. Serge was ook aan het studeren voor piloot. Hij wou line vluchten, dat was zo'n droom. Hè. Hij vloog wel op van die Pipers en zo. We zijn er eens mee kunnen meevliegen, ja. Allee, ik ben niet meegegaan, want ik had schrik van hem. Toen zijn we verhuisd naar Wilrijk, naar het Gatenhof. En Serge kwam daar dus ook heel geregeld. Dan, in die periode begonnen ze ook met Catastroof, zoals samen te spelen. We hebben daar in het Gatenhof zelfs Catastroof, Serge en Antigoon, een hele avond aan het zingen geweest. Dat was in feite het begin met Serge, maar vooral in de stad. En Serge stond toen heel ver met muziek. We krijgen aanbiedingen. We zijn bijvoorbeeld in Oostende gaan optreden voor de Europese Volkspartij van Tindemans in een tijd. We hebben er in Turnhout ergens op die een of de andere monnikenklooster reclame moeten maken op de beltelefoon. En daar was de Serge dus ook altijd, bij. Ruizend tijd gehad, goed geamuseerd, veel pinten gedronken. En ook een goede buiten aan verdiend. Maar ja, die was dan gewoon een krap op, hè. Eerst optreden en dan daarna nog wat navertellen in die of de andere café. Met een glazen boterham. Met een glazen boterham, dat was dat geld rap voep, hè. Maar dan met Jan Targus. Dat zijn we beginnen spelen in Maar Niks Plots. Het atelierke, dat was dan een kunstenaarskroeg ook, want ja, het waren allemaal kunstenaarskroegen waar dat we kwamen. Daar konden we dan ook repeteren. En daar werden we dan ook ondersteund als we gingen optreden. Die zorgde voor zo'n... De peerdewagen van vroeger, zo'n platte wagen van onder kooi, onder haven zo. Daar konden we dan optreden, maar ik geloof dat je nog foto's van mij had gehad. Dat de Serge op zo'n wagen zo. We hebben toen eens een aanbieding gehad voor in Canada te gaan optreden. Het was een reis dat we gingen doen met de Vlaamse gemeenschap van Franse Canadezen, denk ik, die daar in Montreal om die kant en ergens. Het is ook nooit niet doorgegaan, omdat we waren er ook allemaal een vaste job en dat ging praktisch niet. En ik denk niet dat de Serge er ook echt, je zou dat wel willen doen, hè, maar met die uit er zo wat richting kwestie van muziek ging, die is ook zo met zijn Pierre Richard of wat was het daar? Serge Richard. Maar zo is het in feite begonnen. En het ging zelfs zover dat de Serge, daar kwam ik dan thuis, die woonde er ergens aan de blokken aan die Jan Verhaeswijklaan. Met zijn eerste vrouw, Tante Bertha. Tante Bertha. En dan mocht ik er op bezoek komen bij hem. En dan een tasje koffie drinken en nog wat babbelen. En dan had hem zo'n kistje zo, met allemaal cassettes in. Ik denk dat er misschien een stuk of 50 cassettes in zaten.
allemaal zo van een minuut of vijf zo, van die speciaal die je in studio's leed maken. Ja. Waar dat dan de muziek op stond en sommigen met muziek in tekst. Dat was, dat was een goudmijn. En dan leed hem dat één voor één sowieso afhoren en wat dat daarin zat. Ja, dan was ik nog 2 millimeter groot en hij was 3 meter groot. Formidabel toen. Goeie herinneringen eigenlijk. Ja, in feite wel. Toen heel goed mee samengewerkt, een paar nummers voor Sabam zo was samen gedaan. Maar dat was dan meestal beslist laat op de avond en dan de volgende dag was dat vergeten. Hè. Amerika, tot in het kleinste gat van Canada. Alle wijven heb ik geprobeerd en ik heb zelfs mijn gerief verenigd. Maar matrozen zijn gelijk over heel de wereld wijd. Ze dromen van de maskers op de kooi. Matrozen zijn gelijk over heel de wereld wijd. Maar zo'n wefkes vindt ne zeeman zijn een droom. In Hawaii was de zwarte melancholie en in Thailand was de seksueel gevoel. Mijn vrienden zeggen ga zich obsedeerd, wat op mijn borst was zelfs een greet getatoeëerd. Ja, matrozen zijn gelijk over heel de wereld wijd. Ze dromen van de maskers op de kooi. Matrozen zijn gelijk over heel de wereld wijd. Maar zo'n wefkes vindt ne zeeman zijn droom. Ze zijn gelijk over heel de wereld wijd. Ze dromen van de maskers op de kooi. Matrozen zijn gelijk over heel de wereld wijd. Bij zo'n wefkes vindt ne zeeman zijn droom. Maar in de schipperstrotten zijn er ook nog schoen die nog leef zijn voor ne mens met weinig loon. Net al is zo'n maske geprobeerd, wat als je man worden door goed geswanjeerd. Ja, matrozen zijn gelijk over heel de wereld wijd. Ze dromen van de maskers op de kooi. Matrozen zijn gelijk over heel de wereld wijd. Maar zo even vindt ne zeeman zijn droom. Matrozen zijn gelijk over heel de wereld wat ze dromen van de maskers. Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. In het kader van het overlijden, 10 jaar, de Serge Van Oppes van het duo Cesarita. Linda Daane, goedemorgen. Goedemorgen, Glenn. Ja, hoe heb je eigenlijk de Serge Van Oppes leren kennen? Goh, weet je, een jaar of 15 geleden had ik met Denise Verwerft en Frans Verkamme een nieuwe theatergroep opgericht. En dat was Kasteel Producties. En wij hebben daar horeleid gedaan. Maar horeleid, volgens ons, kon niet bestaan zonder de liedjes. Dus wij hebben Serge en Alberto Maas leren kennen door de liedjes. Die we dan gezongen hebben in het stuk. Dat waren liedjes van de Serge, hè? Dat waren liedjes van de Serge, ja. Ze hebben ons proberen in de luren te leggen. Want we kregen dus aangetekende zendingen van Multatuli die ons verboden om die liedjes te zingen, omdat ze hun de rechten hadden. Maar dat is dan buiten Linda Daane gerekend. Dus ik heb dan contact opgenomen met Alberto Maas. Hij zei, ja, maar nee, die liedjes zijn niet van Multatuli, die zijn van de Serge. En dan is de Serge een paar keren komen zien naar ons en die vond dat geweldig. En die liedjes, sorry, maar horenleid, kan niet bestaan zonder die liedjes. Dat nee, het is er een deel van. Hè? Dat is ongelooflijk. De mensen huilden, alleen wenen van ontroering. Van als Emmy zingt tegen haar kindje dat op sterven ligt, het lieken van Janneke. Kun je toch niet schoon ermee maken als actrice van dat te mogen doen? Dat is ook zo. Ja.
Maar dan heb je wel later, ik denk met Take 2, in de kleine fakkel ook nog eens Hoerenleed hernomen. Juist, waar je me dat... Oh, wij zijn toen met Kasteelproducties, zijn wij op verplutsing geweest. En de Serge, die is toen wel een paar keren mee geweest. Wij hebben in Leuven gespeeld, wij hebben echt getoord. Ja, met Kasteelproducties. Dan is dat... zijn wij wat elkander gegaan, gelijk dat dat dikwijls is. Ja. Dan hebben we dat in TBT gespeeld nog. En dan hebben we FTEC 2 dat overgepakt. En dan zijn we naar Lier gegaan. We hebben zelfs in zo'n Centerparks hebben we zelfs opgetreden en alles. Dus dat hij heel veel succes gehad. Maar toen, pakt 15 jaar jonger, dan... Hè, dat geeft een oertje, zal ik zeggen, van 35. En dan niet van 50. Maar nu ben ik zelfs al over de 50. Dus antiek, ik weet het. Dus als iemand zich geroepen voelt om dat met mij te spelen, kan ik altijd wel de ouderen spelen. De oudoes. De oudoes, ja. Ja, ik herinner me ook iets van Alberto, denk ik, dat er meer dan 1300 opvoeringen zijn geweest van Hoerenleed. In generaal, dus in niet totaal, alleen van... Nee, in totaal. Ik denk in de jaren... 80, 90 en in het begin de jaren 2000, dat was het stuk. En ook omdat, je moest maar met twee zijn, hè. Ja. Dus dat was een heel goedkope productie. Geen decor, hè? Je zit door een paravan waar de mannen dan mee naar achter moeten. Dus dat is een van de goedkoopste producties dat er ooit is geweest. Verdien het na en niet binnen 10 jaar, want centen die zijn raar en maak het maar eens waar. Verdien het na, want morgen is te laat, dan zitten we op roerzaad en staan wij op de straat. Verdien het na, het is toch zo rap verdiend, met charme dat je het wint en als je al is het gepinkt. Verdien het na, zij zoet gelijk als snoep en schud is met je poep, want hoer is dat beroep. Verdien het na, zij zoet gelijk als snoep en schud is met je poep, want hoer is dat beroep. Zit er ooit gelijk als andere vrouwen en ze is al jaren weg van haar vent. Zij een zuntje of een dochter te onderhouden, maar een echte toos, hij is nooit gekend. Het is een maske van een jaar of 30, met haar problemen gelijk als iedereen. Maar ze typelt s'avonds door de straten en rokt in bed haar centekens bij je. Die andere vrouw die kon er wel eens tegen, op een avond in de Rossenbeurt. In de zomer, in de winter of in de regen, en zij doet dan een kamerke gehuurd. Het is een oude zusterke van liefde, die aan de klant zijn mensen moet voldoen. Die andere vrouw die tippelt uit de straten, kan in haar leven niks anders niet meer doen. Verdwijnen en een ander heeft haar pluts gepakt. Ze zit er ooit gelijk als al diegene, goed haar gesminkt en haar nageltjes gelakt. Die andere vrouw is namen dan geworden en haar vriend maakt rauw of zoeten haar. Die andere vrouw die voelt niet meer door de straten en haar gaat alles
achtergesloten deur. Die andere vrouw tippelt niet meer door de straten en hij valt alles achtergesloten deur. We zitten op verplutsing wij in Ranst deze keer bij Jimi Hendrix. In het kader van het overlijden van de Serge, 10 jaar geleden ondertussen al, van Serge Rita. Jimmy, jou gaat de Serge ook goed gekend vroeger, hè? Maar wat zijn nou herinneringen aan de Serge? Ja, herinneringen. Ik heb de Serge... Goh, ja, ik ken hem al heel lang. Ik heb hem bij het optreden in grote zalen, met veel publiek. En ik vond dat hij goede nummers had. In het Antwerps. Ja, dus was een goede songschrijver. Hij heeft ook heel veel geschreven, hè? Hij heeft veel geschreven en voor verschillende talen. Vroeger ook in het Engels. Ja. In Tony Condor, onder dat pseudoniem heb ik nog opgetreden. En ik moet zeggen dat ik toch dat plezant was van dat te horen van het Antwerps. Dat er toffe songs gemaakt werden. Maar dat wou ik dus juist zeggen. Hij speelde vroeger voor een groot publiek. En dan achteraf, met de jaren natuurlijk, en ook met ouder te worden, en met zijn problemen een beetje, en ook na het sterven van Rita, heb ik hem wel in cafés zien spelen. Ging in cafés, tot cafés. Ja. Rangt en dan met de nood. Oké, dat is niet... Ik vond dat aardig voor hem, omdat hij zo'n goede songschrijver was. En hij toffe liedjes gemaakt en hij zong goed. En dat hem achteraf dan beland is in cafés voor met de noodrang te gaan. Ik bedoelde niet negatief, want zo zijn wij begonnen. Vroeger ben ik catastroof. En dat is niet minderwaardig. Maar ik vond dat hem meer verdiende. En ik vond dat een zonde om te zien... Alleen zo te zien afgeladen naar café-niveau, dan... Ja, want hij had ook heel veel nummers geschreven. Ik denk een stuk of 400 of ja, zoiets. Ja, het aantal ken ik niet, maar ik weet dat hem in ieder geval liggen. En gelijk als de eerste nummers van de Pebbles, heb je dat ook geschreven? Of meegeschreven? Dat weet ik zelfs niet. Ja. Wil Tura, heb je dat ook 4 of 5 nummers meegeschreven? Ja. Nou ja, ik ken niet die gast. Hè. En dan vond ik dat aardig om te zien dat hij in een café stond zo te spelen voor de nood. Ja... Ja, het was aan leven natuurlijk op lijst. Het was ook niet, zeker na het sterven van Rita, had hem het natuurlijk wel moeilijk. De redt hem de knak van Gert, Ja, de redt hem. Want Serge en Rita, dat was ook een goed duo. Ook, hè. Die stemmen pasten gewoon samen. En dat was een plezant duo. Maar ja, spijtig, dan is hij gestorven. En dan is hij inderdaad wat afgegleden en... Is hem op kroegentocht gegaan sindsdien. Hè. Ja, tot onze dood eigenlijk. Hè. Ja. Ja. Als jij van het leven genoten, hè. Dat kunnen we wel zeggen. Sowieso. Als jij... ja. En natuurlijk, drank... dat is nooit geen goede roodgever, maar... Nee. En dat vond ik wel heel erg. Want dat was een toffe gast. Ik kwam er goed mee overeen. Soms wel wat pinten gepakt. Dus ik zat ook in dat café. Ja. Ja. Oké. Okay. Alle zondagen is dat plezant op de rouwen, ook al zijn ze allemaal niet fijn hier. Signoren die vinden hier op hun drouwen, in hun zondagscafé zo'n plezier. Het winters en zomers bij weer en bij wind, klopt hier het Antwerpse hart. Een stress dat je ziet dat je hier niet vindt, hier op de vogelenmarkt. Zo is dat al jaren en dat zit apart. En ik hoop dat trap zondag zal zijn. Dan gaan we terug naar de Vogelenmarkt, naar de rode en blauwe plein. Het is altijd geweest, het zal altijd zo zijn. Attractie voor groot en voor klein. Ik ben toch zo blij dat ik signaal hier mag zijn in deze Abrabantse stad. We zijn vier op ons eigen en het leven is fijn. En ze liggen ons hier in de wet.
Want waar is na zondags een vogelenmarkt? Waar kunnen nog zondags op zweet? Waarom zit de klagen, is het leven zo zwart? Kom naar hier en mocht wat plezier. Zo is dat al jaren en dat zit apart. En ik wou dat er op zondag zal zijn. Dan gaan we terug naar de vogelenmarkt. Naar de rode en blauwe plein. Het is altijd geweest, het zal altijd zo zijn. Attractie voor groot en voor klein. Kende die kerel door uit Rotterdam, alle zongdogen van de partij. Dan komt hem van Holland hier met zijn madame, zo'n zijt hem zijn kinderen bij. Hij ving het hier leuk en we kijken niet zuur, en bier is er echt nog niet duur. Hier zijn ze welkom, we spreken hun tol en dat kan hier bij ons allemaal. Zo is dat al jaren en dat zit apart. En ik hoop dat er op zondag zal zijn. Dan gaan we terug naar de Vogelenmarkt. Naar de rode en blauwe plein. Het is altijd geweest, het zal altijd zo zijn. Attractie voor groot en voor klein. Het is altijd geweest, het zal altijd zo zijn. Attractie voor groot en voor klein. Ook onze collega Michel van der Aura, die heeft de Serge goed gekend vroeger. We gaan eens luisteren naar wat de Michel te vertellen heeft. Ik heb Serge leren kennen in het begin van de jaren 80, met het opkomen van de vrije radio's in Antwerpen. En was het nu nog bij Radio Anik, of was het al op Express? Hij kwam regelmatig binnen met de vraag om zijn plaatjes te draaien. Hij viel ook te pas of te onpas binnen, als hij met zijn gitaar op weg was om op straat of in cafékes te gaan zingen. Maar hij was lang niet de enige, want heel wat Antwerpse en Vlaamse zangers kwamen regelmatig een plaatje afgeven om aan onze luisteraars te laten horen. Of zelfs expres plaat van te maken. Maar Serge was anders dan de anderen. Hij had een verhaal en droeg Antwerpen in zijn hart. Hij wou de Antwerpse troubadour worden. Zo'n grote voorbeeld was Ferre Grignard, waar hij uiteraard ook een liedje heeft over gemaakt, De Ferre. En Serge was ook wie hij was, doodeerlijk en recht voor de raap. En als je dan in stad rondliep of een pint ging pakken, was de kans groot dat je Serge tegen het lijf liep. Met Radio Express kwamen we vaak in Auxermes de Tirlemont, ofwel het scheefhuizeke tegenover de Boerentoren, waar onze studio's waren. Maar wij noemden het Studio 5. Daar kwam Serge ook regelmatig om zijn Antwerpse chansons te zingen. Dat zei hij niet zeker, dat was er altijd wel bij. Toen ik rondleidingen organiseerde met Lekker Antwerpen, kwam ik hem ook regelmatig tegen. Hij vroeg dan Michel Makikelieke zingen voor de groep. En uiteraard kon je dat niet weigeren. Hij ging dan rond met zijn hoed, want daar leefde hij van. In de cafékes waar hij optrad, kreeg hij dan ook zijn pinten aangeboden, want hij zorgde altijd wel voor ambiance. Later was ook Rita erbij, maar die heb ik minder goed gekend. Maar ik weet wel dat hij na haar overlijden diep in de put heeft gezeten. 10 jaar geleden overleed Serge dan zelf. Hopelijk is hij nu herenigd met zijn Rita en met De Ferre. We hebben hem zien zingen en we hebben hem zien gaan. De whiskies en de wittekes, die gingen eraan. Hij was onze hippie, onze brava van stad. Nooit hebben zijn jaren zo'n zanger gehad.
Onze leken zullen blijven, al is Grignard er niet meer. Voor ons was de berg een grote manier. In het hart der signaren blijft hij nog bestaan. Al is hem van ons wel te vroeg weggegaan. In de gart, in de muizen, in de waag en in de kroeg hadden wij ooit te verre met Jan zonden toeg. We hebben hem zijn zingen in het elfde gebod. Protest op de oorlog, want de wereld is zot. Onze leken zullen blijven, al is Grignard er niet meer. Voor ons was de berre de grote manier. In het hart der signaren blijft hij nog bestaan. Al is hem van ons wel de brug weggegaan. Kritiek op ministers, op managers en geld. Ring, ring, tegen haat, tegen wapengeweld. Muziek is belangrijk, hij Grignard ons vertelt. Op de ziekte van de eeuw, uit de verre geweld. Onze leken zullen blijven, al is Grignard er niet meer. Voor ons was de verre een grote manier. In het hart der signaren blijft hij nog bestaan. Al is hem van ons wel de brug weggegaan. Ringen, ringen, well I've got to sing. Ringen, ringen, well I've got to sing. Hey, dum dee 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 dee, hey, dum dee 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 dee, hey, dum dee 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 dee, dee dum dee 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 dum, dum dee 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 dee, dum dee dee dum dee 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 dee, hey, hey, dum dee 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 dum dee dee dum dee 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 dee, dum dee 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 dum dee 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 dum dee 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 dee, hey, 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 dum dee 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 dum dee dum dee 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 dee. Goedemorgen en welkom bij op Trotver Radio Express. En in het kader van 10 jaar de Serge, het overlijden van de Serge van Oppens, van Serge Rita, zijn we weer op verplutsing en we zitten deze keer in Deurne bij Koenraad Gordon, oftewel Koeneke. Muzikant, ook nog bij de John gespeeld vroeger en tegenwoordig ook de laatste jaren stadgids in Antwerpen. Koen, ja, hoe heb jij de Serge eigenlijk leren kennen vroeger? De Serge vooral heb ik de Serge leren kennen in de Blauwe Stier in het begin. Hè. Dus via Patje Wappers denk ik dan de Blauwe Stier binnengeloodst. En we hadden toen de cafetaria in het Stier en dan kwam de Patje dan en een John Lundström die kwam daar. Nadien, dat sloot om 5 uur, dat was met de openingsuren. De cafetaria was open tot 5 uur met de openingsuren van het museum. En dan nadien gingen we een pint pakken in een Blauwe Stier. En ik ken dat niet, ik zie gewoon dat plezante café. Dus al die Antwerpse zangers kwamen daar en dat was altijd een toffe sfeer in een Blauwe Stier. En ja, zo heb ik feitelijk de Serge leren kennen. En de Serge heeft toen ook nog een periode met een John meegespeeld, een jaar of 2. Ik heb dan ook toch meegedaan om het 10-jarig bestaan van Serge Rita. Dat was in 96, denk ik. Hè? Ik heb er een affiche van gezien. Ja. Maar dat was eigenlijk Patje Wapper stond op dat affiche, maar ik stond daar niet mee op. Maar die zei, ja, moet ik daar in de Narenberg, in zo'n grote theater, alleen stond. Hij zei, kom mij een beetje helpen en kom mij een beetje versterken. Ja. En dan hebben we 2 liedjes van Patje gebracht en 2 liedjes van... Maar dat was dan een toffe boel, Stafke Fabri en zo was er ook. Ja. Het Kooijman, denk ik, stond er ook. Tim Visterin was er ook. Chris de Bruyne zelfs, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Ik heb er van de week toevallig een affiche van gezien. Geleden. Ja, ik denk 96 dat was. Ja, zal ze niet geweest hebben.
Ja, en het is ook toevallig dat hij gaat dan wel heel goede contacten gehad met John Lundström. De John is geboren, ik denk, 6 oktober 1919. De Serge is overleden ook op 6 oktober 2014. Maar ja, dat valt dan ook weer allemaal zo ja, samen. Ja, dat valt samen, dat is juist. Ja, ik zou het ja. niet bezien. Maar dan ja, ook later in het Groen Peert. De Serge heeft ook dikwijls meegemaakt. En dat was ook die ploeg van Antwerpse zangers, die volgden ze wel. Hè. Dus de Pierre had vroeger eerst een blauwe steen en dan het Groen Peert nadien met Suzanne samen. Ja, Suzanne, dat is juist. Suzanne van den Broek. En dan... dan kwamen ook al die Antwerpse zangers daar. Hè. Dat was ook altijd plezant. Ik weet ook goed dat je een paar jaar geleden toen je zangersavond de Bohemers hebt gespeeld. Juist. Ik heb dan 2 liedjes van de Serge gebracht. Ik dacht de Oude Mens en Bohemers. Ja, juist. Ja. Want je hebt toch tegen mij gezegd dat je dat toen gehoord had en dat je dat een heel goede versie vond. Ik vond de Bohemers, dat herinner ik me ook, ik vond dat een heel goede versie. Maar dat is eigenlijk een minder gekend liedje van de Serge, de Bohemers. Maar dat zongen vooral heel veel in de cafés ook. En het is zo dat je dat hem leren kennen. En ik kende dat liedje al heel, heel lang, maar ik had een tekst daar niet van. En ik speelde dat dikwijls zo voor mijn eigen. Hè. Maar ik heb dan ook in een periode met Zigeuners samengespeeld. En dan heb ik er ook zo die schwung in gebracht. Echt van de Zigeuners. Zo die Estan en zo. En Tremolo. En die liedjes van de Serge, die breng ik nog regelmatig. Gelijk de Oude Mens en de Bohemers. Ik heb daarover list nog een kleinkunst namiddag gehad in de Hofkamer. En daar heb ik dat ook nog gezongen van de Serge. Oh. Dat is eigenlijk wel goed, dat mensen toch nog altijd hem herkennen, gelijk dat hem was vroeger. Ja. En dat je nog altijd die nummer speelt even hem. Ja. Zo blijft hij toch nog. Ik heb eens een Halloweenavond gehad, een Halloweenwandeling, met mijn wandeling in de stad. En dat was, dan heb ik Lange Wapper gespeeld, Lange Wapper. Ja, dat is ook een nummer van hem, dat is juist. Dat is ook een nummer van hem. Dat was zo'n griezelwandeling met wat griezelliekjes en zo, en dat was tof, ja. Van hun ogen branden ver van waar van heen. Van lang vervlogen dromen, met muziek op hun manier. In daders van Bohemen stroomde het bloed van een barbaar. Als brandewijn van leven en gevaar. Niemand weet hun namen, niemand kent hun woon. Niemand weet de plaats waar dat hun weg ooit heeft gestaan. Niemand kent hun talen of de kleuren van hun vorm. En van waar ze zijn gekomen en gegaan. En s'avonds rond de vuren klinkt viool en mandolin. Ooit een ware vreemd verleden brengt de wijn herinnering. Om Pusta en Bohemen, om de liefde en de dood. De wereld hun gegeven is zo groot. Niemand weet hun namen, niemand kent hun boom. Niemand weet de plaats waar dat hun weg ooit heeft gestaan. Niemand kent hun talen of de kleuren van hun boom. En van waar ze zijn gekomen en gegaan. Van de zigeuner werd gedragen door de wind. Op het ritme van gitaren danste vrouw daarin bemind. De geur van wilde peerden in hun kleren en in hun haar. Een mengeling van rassen bij elkaar. Niemand weet hun namen, niemand kent hun boom. Niemand weet de plaats waar dat hun weg ooit heeft gestaan. Niemand kent hun talen of de kleuren van hun vorm. En van waar ze zijn gekomen en gegaan. In het
diepste van hun ogen brandt een vuur van waar van heen. Van lang vervlogen dromen met muziek op hun manier. In daders van Bohemen stroomde het bloed van een barbaar als brandewijn van leven in gevaar. Voilà, beste mensen, op trot voor deze week zit er weer op. We sluiten nog even met een nummertje van John Lundström. Die zou tenslotte toch ook vandaag 105 jaar geworden zijn. Voor volgende week maken we weer een nieuw afspraak en dan gaan we voort met de cd te ontleden van Jules Crapule, zijn 33ste solo-cd ondertussen al. Voor God en Klein Pierke. De rest van die bespreking gaan we dus volgende week te horen krijgen. Ik moet ook nog even vermelden dat er op 12 oktober, dat is komende zaterdag, een optreden gaat zijn van Circus Mozart in Wilrek, in de visclub van de Mijvis, in de Legerstraat in Wilrek, als ik mij niet vergis. Dat zal een optreden zijn s'avonds en uiteraard met een gratis inkomen. Voor de rest geef ik jij de fakkeldeur aan Ronald Mijvis hier bij Radio Express. We horen elkaar tenminste week terug, de zondagmorgen om 10 uur. Wandelen door Antwerpen, komen we om de Grunplatz. De toren uit de Ribbesbel, waar de mensen op een bank bijeen. Sierlijk vliegen de duifjes, als zilver klinkt de bijort. Antwerpen, zo schoon als gij, is er geen in. Langs de wei gaat een orde grote markt, staat ons eng vol vlaggen. Brabants put, frisse water, dan boordroger tot er zo vier. Hoekstraat, de Soikenooi, de Vlaanderia boetjes onder het steen. Antwerpen, zo schoon als gij, is er geen in. Eten doen we in de sneur, want hoor is het zo lekker. Een pintje drinken op een terras, met wat vrienden onderin. De oven valt, we gaan er oos, en stilletjes zingen wij onze leken. Van Antwerpen, zo schoon als gij, is er geen in.